Good morning! Welkom bij weer een nieuwe vlog. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan. Ik ben hier met Anaïs in de mommy van. I'm driving the mommy van today with my baby girl Anaïs. Echt, dat is echt de mommy van. Ik ga het laten zien. Dat is zo de sucker mom van. Oh, als ik hier uit raak, want ik heb me redelijk dicht. Oei, waar is de sleutel zelfs? Dus dat is de mommy van. As you can see, it's very big. But we made it. Anaïs, is er daar meer plaats aan die kant? Kunt je daar goed uit? Want ik ben de sleutel vergeten. In the car. Not so smart. Hier is hem. Oké. We zijn bij de base place. Anaïs en ik komen Starbucks halen. Samen met zijn papa naar iets van auto's. En de rest gaat met de trolley naar de pier. Wij gaan zelf ook naar de pier, maar met de auto. Eerst Starbucks. Er zit trouwens keiveel volk, amai. We got the Starbucks. Same as usual, same as usual. mislukt. Oké, let's go to the pier. We zijn op de Rod and Reel Pier hier. En we zijn aan het wachten op mama, papa en Lieve. Hebben ze zien wandelen langs de zee daarachter. Maar nu zijn ze ergens een straatje ingegaan, dus ik weet niet waar ze zijn. En ik denk dat het zelfs gaat regenen. Want er is zo'n heel donkere lucht. Ik weet niet of jullie het zien daar. Dus ik denk dat het regen komt. Ja, het is regenseizoen, dus dat kan wel dat er heel even een bui komt. Dat zien. Manatee gespot, die zwarte vlek daar. Daarnet kwam die boven, maar nu is die wel heel diep ineens. Hi. Daar is hem. Scheetgeet, hè. Echt. Dus we wachten 10 minuten. Ja, dat weet ik niet waarom de komt. Dat is een tijd als iets is. Anaïs krijgt zenuw van haar GSM. Peter gisteren een nieuwe gekocht. Ja, there he is. There he is. Oh. Alleen met zijn neus, hè. Ja, schattig, hè. I could stay like this. Forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Altijd bij het zwembad gelegen, in de jacuzzi gezeten en geworkt. De camera is precies zo licht. Ik ga wat donkerder zetten, voilà. En gewerkt op een computer, vlogs gemonteerd en zo. De ouders zijn naar de Biels of Biles, ik weet niet, zo'n winkel. En Sam en ik gaan nu snel naar de Walgreens, want ik voel me niet zo heel top. Gisteren al niet. Gisteren had ik ik denk dat ik een blaasontsteking heb. Maar met het vochtige weer hier denk ik dat ik niet voldoende heb gedronken. En ja, je zweet zoveel en zo. Dus ik hoop dat ik een blaasontsteking heb of zo. Ik heb gisteren wat pilletjes van Anaïs genomen.
die had daar gelukkig bij, zo zakjes. Maar ik voel me nog altijd niet zo top. En ook met de airco. Oh, ik ben zo slecht met airco. Mijn keel doet zo pijn, mijn hoofd doet pijn. Ik moet hoesten, mijn neus zit toe. Great. Maar, voilà, daar gaan we al. En dat heb ik altijd met airco. Ik kan gewoon echt niet goed tegen airco. Airco en ik zijn geen goede combinatie. Thuis zet ik ook nooit airco op in de auto en zo. Ik rij liever met de ramen open. Maar het is hier zo heet dat je gewoon dat niet kunt ontwijken om airco binnen in je huis op te zetten. En 's nachts zetten we dat af. Maar vorige nacht hadden we die aanstaan. Dus daarom denk ik dat ik mij niet zo goed voel. Dus we gaan in de Walgreens of in de Publix eens kijken als er iets is van een juice of een thee of zo. Wat mij een beetje kan opknappen. Maar ik heb ook gewoon het gevoel omdat het zo heet is. Dat je zo nooit een break krijgt en even kunt ademen omdat het hier zo vochtig en heet is. Hey, vertel eens wat jij vandaag bent gaan doen. Ik ga echt wel een chique dag. Ja, een chique vanmiddag. Ik heb ik had op internet gezocht, omdat mijn papa ook hier is. En mijn papa en ik zijn alle twee BMW-fans. Dus ik had hier... Ik had hier in de buurt gezocht naar de Kors bij zijn BMW-garage. Mm-hmm. En we zijn daar naartoe gereden. En binnen stond echt mijn droom. Ja, zijn droom. Echt, echt perfect afgewerkt. Alleen laat een foto zien. En toen... Ik ga het proberen te filmen. Hè. Ik weet niet als je het gaat zien. Ja. Ja, mooi. Oké. Okay. Hij was een hele vriendelijke verkoper, heel fijne man. En die heeft een heel de showroom zo laten zien. Alle, wow, alle M-modellen die er stonden, echt heel vette auto's. Ah, fijn. En toen zei ik, van dat is mijn droom, daar is mijn terrein. Toen zei hij hier, de sleutels, Rama's rijden. En toen heeft hij mogen rijden, zal hij. Mogen rijden met een M2. Woehoe! En toen kwamen we terug. En toen zei hij, er is nog een heel fijne garage van ons hier om de hoek. En toen zijn we naar daar gegaan en toen stonden daar... Nog meer droomauto's. Nog meer droomauto's. Ja. Lambo. Zie het. Dat is eigenlijk een garage met 20 Lamborghinis of zo. Ja, dat is wel zot. Dat is wel bad. Dus tot daar, Sam zijn voor een middag, hè. Ja. Maar nu gaan we naar de Walgreens. Let's go. Het heeft trouwens geregend. Omdat het hier bijna nooit regent. Gaat het water zo echt niet weg. Hier is het blijft geen al zo liggen. Is, ja, hier zijn geen bijna afvoeren. Ik weet niet als er hier nog water is. Nee, hier, ah, daar, maar dat ziet je niet goed. We zijn terug van de Walgreens. En wat hebben we gekocht? Kamillethee. Hoest. Snoepjes. Proteïnebar. Barren. Bars. Mm-hmm. Van Sam. Airborne, die was thuis op. En wat is dit? Amino. Mm-hmm. BCAA's of wat? Mm-hmm. Vanuit sporten verstaan. En ik heb ook nog een kombucha gekocht, maar ik al niet op deel van heb gedronken. Oké, ik ga een bad. Misschien heel raar met dit warm weer, maar binnen is het niet warm. Ik ga het bad aan het laten vallen. Ik heb mijn laptop en Sam is nog een thee voor mij gaan halen. Ik heb er zin in. Oh my god, guys, we're in heaven. Het is hier gewoon al kerstmis. Ik zei net tegen Sam, we kwamen binnen en hier is alles zo van Halloween in de Hobby Lobby. En ik zei, oh, die zijn nu al bezig met Halloween. Nu komen we een paar rijken verder en hier is gewoon al alles van kerstmis. Als Anaïs, deze moet gaan nemen. Kijk hoe mooi. Oh, oh my god, kerstmis. Oh my god, I'm in heaven. Woehoe. We zijn echt in heaven, hè. Kijk, oh my god, glitterspek voor in de boom. En een glitter pizza stuk, hamburger, pretzels, unicorn. Alles wat je maar wilt, hè. Waar is een haarfun? Dat is wel echt als je zo'n kitschboom doet, hè. Kijk dit, oh my god. Ik ben echt in heaven, hè. This is heaven. Voor degenen die naar Amerika gaan en graag al kerstspullen willen kopen of zo, het is de Hobby Lobby.
groentewinkel waar je al die kerstspullen zo kunt vinden. Maar eerst zag ik die zijn zot, maar dan hangt er al vol met Thanksgiving en herfst. Ja. En toen gingen we rek verder, bam. Bam, kerstmis. Zelfs kerstmuziek stond erop. Ja. Maar oké. Okay. We gaan nu eten bij Outback, maar iedereen zit nog in de winkel. Maar ik had het koud, want de airco was zo koud. Huh? Het is ook koud binnen. Ja, binnen. Ja, de airco stond volle bak. Dus we gaan hier buiten al zitten. Wij zijn bij Outback. Ik heb 2 lobster tails met een baked potato en groentjes. Ja, iedereen heeft iets anders. Heb je extra broccoli genomen? Ja. Maar je mocht van mij. Wauw. Anaïs, als je dat allemaal opkrijgt. Ja. Haha, en Sam heeft. Amai, u ziet er saai uit. Ja, en mijn borst. Uw borst is zo leeg. Als je deze morgen tegen de deur in lopen. Ik word die zo open en dan ging niet verder. Oh. Wij zijn terug thuis. Oh, 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 oh. Allemaal volgegeten. Ik ga een snoepje voor mijn keel pakken. Mijn neus zit zo toe. Foodcoma, kom, we gaan Exploding Kittens spelen. Nu kunnen we dat eindelijk eens en dan gaan we slapen. Kom. Kom. Chop, 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 chop. Oh. Oké, we gaan Exploding Kittens spelen, maar we hebben het Imploding Kittens Expansion Pack gekocht. Dus we hebben nieuwe kaarten. Let's play! Yeah. Anaïs moet de Cone of Shame dragen. Ja. Omdat ze heeft gevraagd, wie is het nu eigenlijk? En dat betekent dat ze dit heel spel moet draaien tot iemand anders dat vraagt. Anaïs, dat is kei grappig. Oh, Exploding Kitten! Dead. Ah nee, je hebt een diffuse. Oké. Ik zit ondertussen in bed op mijn laptop. Ik ben nog een beetje opzoekwerk aan het doen. Want morgen ga ik een nieuwe tattoo laten zetten. Op het eiland. Vorige keer heb ik deze gezet. En mijn centaur hier. Deze. En nu ga ik er denk ik 2 nieuwe doen. Maar wat het is, dat ga ik morgen laten zien. Ik wacht ook op Sam tot Sam klaar is op het toilet. Dan kan ik mijn tanden gaan poetsen. En dan gaan we slapen. Dus ik ga hier ook al de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen. Ciao hè. Bye. Morgen. Oh!